Hé, hey, wat zijn jullie aan het doen, jongens? Okay. Welke Arne? Arne de Grijze. Wat voor zaken? Ja, MEF gerelateerd. Een paar van die blauwe zakjes, hè. Daar wilden we een leuk aanbod voor gaan maken. We hadden gehoord dat hij naar het andere circuit was gegaan. Nieuwe klanten zijn altijd welkom. Juist, ja. Ja. Wat voor aanbieding ga je hem doen dan? Ja, een leuk prijsje voor schotelen voor een aantal zakjes. Misschien dat hij bij ons aan de slag kan. Ik weet nog niet wat zijn ervaring in het circuit is. Hij is echt hier letterlijk nog maar 5 minuten binnen, dus. Juist. Ja. Nou, dan gaan we het al dus doen. Nee, oké, okay, vertel. Oh, dan gaan we met ons mee. Maar vind ik wel mooi, joh. Meekomen. Arne, geen geintjes, hè? Nee, doe niks. Geen geintjes. Reeds dan, een klauwe moes. Mooi. De telefoon is in beslag genomen, jongen. Nou, mooi. Meekomen. Heb ik helemaal geen vorgen. Volg die persoon op de carbon. Zeg, godverdomme, veel wapens. Tot de volgende. Succes, hè. Hey, heren. Geen gekke bewegingen, Arne. Dat je continu wap op jouw gezicht, joh. Even ja, even verkeerde fucking bewegingen. Je hebt er één door je hoofd heen. Mooi. En nou je bek, jouwe. Je gaat dadelijk in die zwarte giet instappen, ja. Wij geven een take wanneer je mag instappen. Mooi. Achterin zometeen in de GT instappen, ja. Ben ik duidelijk, Kurt? Ga maar achter de bestuurder zitten, joh. Dan kan ja, je achterin zitten. Achterin. Hé, hey Arne, even duidelijk. Nu als er water zijn, als er water zijn, je bent niet door ons met wapens, ja. Je bent overal instappen, nu. Je wordt niet tegen je wil in meegenomen, zo dadelijk. Niks goed, kun je zelf je gordel omdoen, nee. Krijgen ja, we anders zo'n nare binden van nou, remmen. Ja. Zie. Nou, weer een stukje rijden, hoor, nee. Hey, uitstappen. Goed, luister Arne. Ik ga nog even. Mijn broer gaat nog even in jouw zakje zitten, joh. Ja. Je blijft gewoon met je klauwen omhoog. Je doet ja. Niks gek, ben ik duidelijk? Ja. Dat dacht ik. Mooi. Stel we dan. Hey, Arne. Ja. Heb je iets aan je haar gedaan ofzo? Ja, dat ging even fout. Je bent net een verkrachte boskabouter, joh. Ja, inderdaad. Ja, dat is bruik. Ziet er niet uit. Normaal, nee, als je een vrouw was geweest, dan had ik iets gezegd van jou, roestiger een dak tussen de natte de kilder. Maar ja, nee. Laten we dat in dit geval maar niet zeggen. Maar joh, laten we even ter zake komen, broer. Yes. Arne, wat was je daar aan doen? Ik kreeg opeens een berichtje binnen. En ik werd daar uitgenodigd. Ik wist nog van helemaal niks. Ik krijg gewoon op en opeens komen jullie aan. Wou je een beetje in onze handel gaan zitten? Zeker niet. Ik doe helemaal niks. Ik wist nog van niks, joh. Hmm. Opeens zegt hij van blauwe pilletjes, ik had nog niet, ik wist van niks. En moeten wij jou hier, jou op jou met blauwe oogjes geloven? Ja, ik wist echt van niks, oprecht. Heel veel mensen weten dat ik hier een beetje geïrriteerd van word en dat ik nog wel een beetje schietgraag ben.
Kijk maar, oprecht, ik werd uitgenodigd. Ik wist echt oprecht niet waarvoor. Ja, maar ik vind het toch wel heel specifiek, hè. Ja, inderdaad, wel een grote toeval natuurlijk. Ja. Ik kan niet twee maal gebeuren. Deze toeval bestaat niet, Arne. Maar ken jij die heren dan? Nee, het enige dat ik weet is dat ik een appje kreeg van Bart S. En ik moest erheen en hij wou met me spreken, dus verder ken ik niemand. Bart, nee, tuurlijk niet. Hij zei dat hij mijn nummer had gekregen via. Goed, ja, en dan gaan we nu even eerlijk zijn. Geen geintjes, jongen. Nee, inderdaad. Even de waarheid op tafel. Als je levend naar buiten wil, ga je nou vertellen, jongen. Ik maak toch geen fucking geintje, of wel? Nee, rustig. Je gaat ik nou zou zeggen. Nou maar gewoon gaan praten. Er staat fucking 5 guns op je hoofd gericht. Zoals ik zei, oprecht, ik meen het. Ik ken hem niet. Ik weet niet voor wat dat ik daar kwam. Geloof ik geen zak van je. Oprecht, ik wist van helemaal niks. Nee. Arne. Ja? Kijk naar de gozer met een special op je gericht, nu. En jij gaat hem nou de waarheid vertellen. Voor eens en voor altijd, zo duidelijk. De waarheid, kukert. De eerstvolgende is door je kop heen. Ga op je knieën, Arne, en ga tegen die jongen zeggen wat er gebeurd is. Tijd om te praten, jongen. De volledige waarheid. Ik rijd vanmiddag met mijn auto langs Blokkenpark heen. En ik ging tanken. En opeens, ik word gebeld. En ik weet niet door wie of wat. Dus ik neem op. En hij zegt dat hij mijn nummer heeft gekregen via. Ik ken hem niet, ik wist niet hoe of wat. Ik zeg tegen hem van, wat is er? En hij wou per se met mij afspreken. Oprecht, ik had geen idee waarom, dus wat gebeurt er? Hij stuurt opeens een GPS-locatie naar me. Dat kan je allemaal in mijn telefoon nakijken die je hebt afgepakt. Hij stuurt een GPS-locatie naar mij en ik moest daarheen. Hij stuurde ook in een bericht dat ik bij de poort mijn ID-kaart moest laten zien en dat hij dan me verder ging vertellen hoe of waarvoor. Hij had ook nog getypt via de telefoon dat hij niet kon zeggen via de telefoon waarover het ging. Ik wist oprecht van niks, kan je allemaal nakijken in mijn telefoon. Broer. Check die telefoon eens. Ja, wie heeft dat ding nou? Ja, ik heb dat ding, ja, ik check het even. Oh my god! Alleen die berichten, niet tussen die foto's van. Nee, dat hoef ik niet te weten. Je kent die heren niet. Je gaat gewoon naar een wildvreemde zijn huis of wat. Ik werd gewoon uitgenodigd. Het enige dat ik van hem weet is, maar hij heeft enkel zijn volnaam gezegd. En de eerste letter van zijn achternaam, Bart S. Dat zei hij, verder ken ik niemand. Dus je gaat naar fucking vreemde. Als een huis. Ja, ik wist ook niet voor hoe of wat, dat ik... Nee, ho. Oprecht, ik wist niet hoe of wat, ik wil ik wil geen ruzie met mensen, dus ik ging er gewoon heen om geen gezeik te veroorzaken. Hey, broers, ken ik allemaal, joh. Hey, broers. Ja, broer. Yo. Ik vind niet zo gelijk iets, ik ga even op de computer kijken, ja. Daar heb ik meer overzichtelijk. Laten me van, joh. Arne, dit had ik niet verwacht, mijn kukert. Weet je hoe fucking erg mijn handen jeuken? Ik weet van niks, oprecht. Oh, dan ga je op je knieën zitten. We gaan het afhandelen. Nee. Brug, laat hem los. Ga op je knieën. Tegen die fucking auto. Tegen die auto, boys. Jongen. Hey, broers, het klopt, joh. Hey, de breedte kloppen, joh. Dat klopt. Weet je dat heel zeker? Jazeker. Ik zeg de waarheid. Kijk eens in die prullenbak, hé. Heeft hij daar niet het een of ander tristalle kijken? Kijk ook even naar die documenten dat hij misschien iets heeft gedownload. Ja, inderdaad. Ja, sweet, heeft hij een USB'tje op zak? Digitale informatie. Kijk maar eens even wat hij allemaal bij heeft. Ja, ik heb slechte ervaring met USB's. Daar kom ik meestal even foto's en zo tegen. Hij heeft geen communicatie of wat dan ook op zak. Nou, dat is mooi. Jongens, laat je wapens maar even zakken. Ja. Je gaat nou vertellen hoe het echt is. Ja, dan ga je leven uit. Wij geloven je enigszins. Maar we willen nou dat je de echte waarheid vertelt, duidelijk. Wij vertrouwen niemand, hè. Ja, nee, alleen in de prullenbak zat in Lisette, 42 jaar beschrijving, stond de oud. Dus daar stond waarschijnlijk in de prullenbak, joh. Hey, dus, dat is voor mij, dat is de ex van Robin.
Ja. Oh jee. Zo goed kunnen nee, joh. Praten, Arne, praten. Zoals ik zei, echt oprecht. Ik reed langs Blokkenpark. Ik werd gebeld door iemand die ik niet kende, een onbekende. Ik wist van helemaal niks. Ik neem op en ik word bij zijn huis uitgenodigd. Ik weet echt voor niks hoe dat het daar in elkaar zit en zo. Ik rij op en hij wil me spreken en op dat moment komen jullie aan. Ik zweer het, ik kende niemand. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, je had me niet zeggen dat je fucking een belletje krijgt. Hij leek op heel zijn eigendom wordt uitgenodigd. Omdat dit door zaken die hij nooit kent. Ik word nooit zomaar gebeld. Dat kan niet, jongen. En je oprecht, niet op fucking vreemde. Dat kan gewoon niet. Hé, hey, koeksaas. Nee. Je kan mij niet vertellen. Jongens, ik ga een tank pakken. Ik ga er een patat uit trekken. Ja. Arne. Ik spreek de waarheid oprecht. Je gaat mij niet vertellen, nou één locatie van iemand die je niet kent, die zomaar naar zijn huis gaat, okay. Dat doe je gewoon niet. Bek open nu, bek open. Nee. Je fucking bek open. Ik ga je kiezer uittrekken, duidelijk. Open! Open doen, bek! Nee. Open! Oh, ik heb de overgeur uit je. Wacht maar. Broer, die tong is de rost, joh. Wat was dat? Wat was die fucking knal, joh? Wat verdomme! Ik hoop niet dat jij daar iets van achter zit, jongen. Was dit sabotage, of niet? Nee! Oh my god! Arne, jongen. Wat een klootzak ben je eigenlijk? Hé? Beetje zaken doen met andere mensen. Ik wou geen zaken met hem doen. Hij had mezelf nog niet verteld wat dat hij wou doen voor zaakjes. Hij vertelde wel een pas als jullie opkwamen. Arne, opstaan. Het is zonde van onze tijd dit, jongen. Ja, zie ik dat wel. Hier, deze deur door. Mee. Wat moet ik doen? Deze deur door. Wat ben je, jongen, Malle? Nu. Oprecht, ik weet van niks. In de hoek gaan staan. Oh my god. Oprecht. Nee, niet daar. Andere, daar kan het bloed wegstromen. Ik weet van niks, ik zweer het. Ik spreek de waarheid. Goed, voordat we actie gaan ondernemen, ga je eerst nog maar eens even die place schrobben. Dat is al een paar maanden niet gebeurd. Schrobben die wc. Je krijgt nou 5 seconden om de waarheid te spreken. Anders is het klaar met jou. Ik spreek de waarheid oprecht. 4. 3. 2. Ik zeg alles naar waarheid, controleer het aan mijn gsm. Rip in pepperoni. Nee, ik weet van niks oprecht. Nee. Ja, ik zou mijn fucking shit krijgen, jongen. Schrobben die fucking wc. Wat denken jullie? Ik zou hem nog even meenemen ofzo, ja. Ja, die kop laten schrobben, eerst schoonmaken. Ik ga dat echt niet doen. Hé, hey, luister eens, Arne. Ik heb dus straks vlees gegeten en dus heb ik toch een partij dikke stront aan die wc. Ja, schoonmaak. Als jij nou eens even gaat poetsen. En dan wel goed onder de bril, want dan spetten de vlees naar boven toe. Ja. Misschien krijg je dan één kogel in plaats van een heel magazijn. Oprecht. Ik weet niks vanaf. Ja, die wc kuisen, jongen, achter de doekie. Kuisen. Ja, in die toilet ook. Kijk als dat papier die eruit hangt, joh. Mijn broer Kevin kan ook niet normaal gaan kakken. Als je één keer met kots, jongen, doe er alles terug in, malle. Ik had dunne stront, dus. Oh, dat stinkt, broer. Jeetje, man. Verlug je scherp, man. Oh, broer, jongen, wat dat. Bla, 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 bla. Jeetje, man. Yo, en trek de chance nog eens door. Ja. Eetje, man. What the fuck? Denk de tering, ja. Oh my god! Arne. Ja. Draai eens om, ja. Ik wil even dat op je gezicht zien. kijk hem dan, jongen. kijk die ginger dan. Ik zou ook kijken als je een geweer op je gepakken zag gericht, joh. Hé, hey, je hebt stront aan je klauwen, jongen. Ga je handen wassen, vies prank. Wassen, hier is een wasbak. Maar broers, wat kan je er nog mee doen dan?
Hij heeft zijn dagen wel van zijn goede kant laten zien. Hij heeft wel een stront op de kast. Wel inderdaad, maar, dat is een keus. Jongens, wat vinden jullie van die kleren van hem? Volgens mij heeft hij maar stront op zijn haar gedaan. Lijkt wel een niet idioot, joh. Hij moet even nieuwe kleren halen, want zijn kleren zitten onder de stront. Joh, er moet verandering in komen. Oké, we gaan dit gesprek even anders, ergens anders. Het is verdomme zomer. Meelopen, Arne. Je gaat wel eens meelopen. Je gaat dadelijk weer in die GT stappen, joh. Ja. Je hoeft niet in te stappen, je mag recht vooruit lopen. Gewoon volgen je mannen. Niks roze, joh. Luister, we gaan onze wapens. We gaan onze wapens laag houden. Jij doet niks, joh. Je luistert gewoon. Ik doe helemaal niks. Door de binnen, mannen. Mooi. Ga daar op de bank zitten, jongen. Ga maar op die bank zitten, huppakee. Ah, jammer. Okay, ik dacht dat hij met zijn knietjes op het tapijt mocht. Het tapijt is nog niet goed genoeg voor hem. Gewoon een vieze bank waar een scheidvlek op zit, huppakee. Daar heb ik je straks ook zitten bouten. Jojojo. Dit van lucht hier, jongens. Ik heb een scheetje gelaten. Ik krijg meer angstlucht, joh, volgens mij is het beet ofzo. Er zit er gewoon een scheid op zijn jas. Ja, dat was dit. Arne, zit je daar, jongen? Ja. Kan je nog wat te vertellen? Ik zeg alleen maar de waarheid. Ik heb niks naar die niet waar is gezegd. Goed, hé. Weet je dat zeker? Ja, inderdaad. Ja, 100%. Ik heb alles naar waarheid verteld. Goed, dat is financieel zaken, man. Hoeveel geld heb jij over voor je leven? Veel. Nou, wat is veel? Wat praat je dood? Ik heb nu momenteel contant, heb ik niks bij me. Ik heb wel geld op de bank en ik heb ook 4 voertuigen. Hoeveel? Inderdaad, wat heb je ervoor? 533k uit mijn hoofd, denk ik. Skere hond, jongen. Het exacte bedrag staat op mijn telefoon. Wat zijn we bank, dan alweer, joh? We kunnen net zo'n fucking nieuwe lamp kopen. Malle. En wat zou je ervan zeggen om in mannelijkse termijnen te gaan betalen? Ja, nou ja, dat vind ik goed. Oprecht, ik zeg alles. Ik doe alles wat je wil. Een soort vast dienstverband. Maar voordat we dat gaan doen, je kunt natuurlijk niet in dat ploesje outfit wat je nu aan hebt, ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar zelfs de Primark is er te slecht voor. Maak je belachelijk, je malle? Sorry. Ziet er niet uit. Hey broer, laat je hier weer eens zakken. Hoppa. Hey Arne. Ja? Heb je enig idee waarom wij hier staan? Ja, nee. Je zegt eerst ja. Wat zei je? Vreemd. Jij zegt eerst ja. Welke? Hoe bedoel je? Je zegt eerst ja, dan en nee. Weet je, lijkt me vrij duidelijk, waarom toch? We hier staan. Jij zegt Nee. Hey, oprecht, ik wist niks van die mannen die daar stonden. Oprecht. Weet je het heel zeker? 100%. Oké, dan gaan we het anders doen. Hé, Arne. Ja? Jij hebt een poos geleden een sollicitatie gestuurd, hè? Ja. Wij zijn bereid om hierop in te gaan en je hebt aan te nemen als hangaround. Aan de kneus, joh. Had die kevel bij, joh, die ballen. Als mijn kunnen we op zo'n wij doen, nou. God. Ja. Hartkloppingen. Wat komt er door je dan? Ja. Wij gaan ons even omkleden, jongen. Moment. Een hartslag van 180. Jo, de dood. Jammer. Jurre de harde. Allemaal in hetzelfde hokje, jojo. Ja, dat vind je wel lekker, joffiesbuk. Hey, joh, je hebt een kleine lul, joh. Zo, dat doen jullie snel omkleden. Jojo, dat is misschien meer persoonlijk dan dit. Dat is.